Aan tafel komt nu... Je was al lang aan het woord, Peter. Peter van der Meers, hoofdredacteur NRC Handelsblad. België is sinds dit weekend in de ban van het mysterie van de bende van Nijvel. De bende die begin jaren 80, 17 zeer gewelddadige overvallen op met name supermarkten pleegde. 28 mensen doden. En waarvan er nooit een dader is gepakt, laat staan bestraft. Dit weekend was er dus nieuws. Begin jaren 80 zaaide de bende van Nijvel dood en verderf in België met gewelddadige overvallen. Nooit werd bekend wie er achter zaten. Nu, 35 jaar na de eerste overval, lijkt dat te veranderen. Er zijn nieuwe aanwijzingen die leiden naar het beruchte bendelid met de bijnaam De Reus. De bende van Nijvel hield België begin jaren 80 volledig in de greep. De leden pleegden tussen 82 en 85 maar liefst 17 zeer gewelddadige overvallen op onder andere warenhuizen en supermarkten. En nu is er dan eindelijk een nieuw spoor. 2 jaar geleden zou een voormalig rijkswachter op zijn sterfbed aan zijn broer hebben opgebiecht dat hij de reus van de bende van Nijvel was. Ja, nou, ik hoef de Vlaamse kranten niet te laten zien. Het gaat eigenlijk nergens anders over op de voorpagina's. Even kijken, was jij als journalist toen dit speelde eigenlijk? Zeker, ik was adjunct hoofdredacteur toen de... niet toen het speelde, want het speelde begin jaren 80. Dan ben ik 21 jaar bij de eerste overvallen. Maar in de jaren 90, toen was ik adjunct hoofdredacteur van de Standaard. Eerst in de jaren 80, toen weer in de jaren 90, zijn er een paar keer parlementaire commissies geweest, onderzoekscommissies, mm-hmm. naar het onderzoek. Want wat bleek? Je krijgt in 82, 83 en 85 krijg je dus die ongelooflijk gewelddadige overvallen. Gek genoeg, overvallen die heel veel slachtoffers eisen. 28 doden, onder wie kinderen, onder wie een supermarktdirecteur die al de kluis had opengedaan, het geld had gegeven, die nog afgeknald wordt. Politiemensen die doodgeschoten worden. Dus bijzonder zware misdaad om eigenlijk maar een kleine buit te krijgen.